Op zich loopt het allemaal heel erg goed. We hebben de kids run, dat wordt helemaal georganiseerd. Ik hoef er echt niks aan te doen. Dus ik heb eigenlijk in het begin twee teams nodig. Eerst een sterke mannenteam. Die mag ik SkyTube opzetten. De tafels en de stoelen die staan al. Maar die mogen de vlaggen ophangen. En mag ook andere sterke mannenspul doen. En het water gebeuren. Ja. Ben jij het? Ja, weet je, tot de brandweerman, ja, zo ongeveer. Directeur water. Dus dat zijn eigenlijk alle sterke mannen. Bert, Benny, Davy, Wilco en Sandy mogen dat gaan doen. Jullie drie mogen met z'n tiefjes mogen niet inschrijfbureau weer organiseren. En de lopers die beginnen vanaf de uur tot 4, misschien wel wat eerder, komen die al binnen. Finish team. En het finish team dat bestaat uit Bert. Bert is de chauffeur. En ook jullie drie. Jullie vertrekken vanaf een uurtje om 7:15. Het food team bestaat uit Alice en Fleur. Alice en Fleur die gaan vanaf een uurtje of 6 gaan ze ervoor zorgen dat de eten hier staat. Succes! Thank you.
shirt halen. Ach, kijk, en een startbewijs. Dus dat ben ik. Dat doe ik om je. Hey, van harte welkom, Thijs Verheerhoff, voor 7 jaar. Voordat ik wat mag zeggen namens onze baas, dan is onze eigen directeur het woord tot u. Mike, jij mag. Hallo allemaal. Fijn dat jullie er weer allemaal zijn. Ik wil graag iedereen bedanken voor hun inzet. Ik wil ook Akim Beswaar bedanken voor de geweldige kidsen. En natuurlijk Martin, Josine, Arjan, Chantal bedankt. Nee, bedankt voor weer een super organisatie. Ten slotte wil ik alle hardlopers heel veel succes wensen. Zet hem op. Dan gaan we van start. Groot applaus voor Theo Wieringa, 16 jaar. En staat er met de knoppen. Hey. Geert Leenstra, 4 jaar die meeloopt. Helaas naar je ziet, maar ja. Hij kan het beloven. Dank je wel. Anne de Vries Bramer, groot applaus. Derde keer halve marathon. Hartstikke goed. Joost Smink, die sluit nog aan zometeen. Dan komt mijn buurman, Patrick, niet mee. Dit jaar voor de 6e keer mee. Hij was er vorig jaar niet bij. Dus hadden we nog een percentje voor. Dat doen we een andere keer. Nou, dan krijg ik iets heel bijzonders. Want Josien kent geen lopers. En ze waren dit jaar 3. Dus mag een groot applaus voor Marjan Klaas, Arend van Wijk en Renate Lauwers-Kuiper. De enige vrouw die met een vlag loopt de halve marathon. En dat is Charlotte Montaban. Alle lopers, het eerste gedeelte van bedrijventeam van Arcus IT. Mag een groot applaus voor Paul Geerlings en Rob Verbeek. Rob, we hebben zo nog nooit zo'n groot bedrijventeam gehad. Dus dat vind ik sowieso een applaus. Het is echt een Duchenne Heroes fan. En hij staat uber cool, dus je zonnebril even goed voordoet. En dan de pet op, dan zie je eruit als een Kiem 2 terug, volgens mij. Toch? Ja, groot applaus. Hier kunnen alle medailles aan. Dan kan je binnen het bedrijf hangen. Dat is een medaillehanger en die kan je daarin ophangen. Rob, dankjewel. Dankjewel. Naar de laatste twee van de halve marathon. Robert Kuik. Fijn dat je er bent. Vorig jaar, 5 jaar, dit is 6 jaar. Een enorm bedrag binnengehaald samen met je zoons, dus complimenten. Een great applause voor Pablo Rivera Fernandez volgens mij. Hola Pablo! Klaas Cooper, eerste keer dat je meedoet. Super. Enorm verrast door je sponsorbedrag. Je zit in de top 5, dus dat heb je echt super gedaan. Complimenten. Gaan we door, Dorine Witting. Ik zie jou normaal alleen het goede. En ik weet niet waar je staat, Dorine. Daar, melding, was hier even de eerste aanmelding, vorig jaar Frankrijk. Dus super dat je erbij bent, dankjewel, grote applaus. Dan heb ik nu een applaus voor Meerle Leijen, die is 13. Meerle, waar ben je? Daar, hier, hey. En jij wilde hier voor, hè? Ik ben van verstaan. Dit was ooit de jongste deelnemer, 10 jaar. En je loopt dit jaar 10, 11, 12. Ik kom de derde of de vierde keer mee. Wat is jou vorig jaar overkomen? Ik moet even een groot advies geven. Wat is er vorig jaar gebeurd? Flitsend gestart, de snelste op de 2 kilometer en toen? Toen ben ik tegen een hek aangebotst. Tegen een hek aangebotst, dat betekent game over. Dus let even op bij de rondtons. Smaak op het moment dat je hekken ziet, echt naar binnen, stop met inhalen, want dan... Dan een speciaal applaus voor Vienne Leijen.
Haar zusje was de jongste deelnemer ooit. Hoe oud ben je? 9. Mag je dan meelopen officieel? Nee. Hoe oud moet je zijn om mee te lopen? Geen idee. 12. We hebben al een keer geoefend. Myrne, of Vienne en Katja. Ga samen met mij met Maaike 4 mijl doen. Dus je zit op... Ja, is super dat je meedoet. Ik zal niet vragen hoeveel je getraind hebt. 0. Nou, dat komt goed. Hartstikke goed. Gaan we door. Chris en Noor, zijn die al binnen? Ja, super meiden. Heel veel succes straks. Vorig jaar waren ze ook bij voor de 5. Dus heel veel succes. Wie van Arcus IT gaan de 4 mijl doen? Even handen omhoog. Dat zijn Sander van der Poel, Philip Liebrecht, Sabine van Bronckhorst, Richard de Bruin, Iris van Beek, Niels Wagenaar, Rick Wiebel, Chris Veenenboer en sinds gisteren ook een vrijwillige of onvrijwillige aanmelding van Romy Worst. Snel door, degene die voor ons ook vandaag een taxibusje heeft geregeld, Danny Wamel. Davy Lukking. Ja, en nu krijgen we twee toptalenten. Deze mannen hebben denk ik 3 jaar achter elkaar de Kidsrun gewonnen. Toen waren ze nog zo en zo, denk ik. En nu moet ik al bijna zeggen, blijf uit de buurt van mijn dochter. Dus groot applaus voor Matthijs Kuik en Sam Kuik. En uiteraard gaat Mike en Katja, Vienne en ik van start. Hartstikke mooi dat je meegaat, Katja. Ik wil nog een speciaal woord verdanken voor onze eventmanager Chantal. Die heeft allerlei acties nog georganiseerd. Chantal, daar. Dankjewel. Een bedrag van 910 euro met een kledingverkoop en allerlei andere acties. Perfect. Wat applaus voor kinderdagverblijf De Zeven Dwergen. Tina, wat gaan we ervoor komen? De Zeven Dwergen shirt. Dus mocht je nog een keer ambities hebben om te gaan lopen, bij deze de uitnodiging, anders kan je gewoon lekker zomers aan. Kom even naast staan. Welkom. Ja, noten staan aan, hè, zeggen ze tegenwoordig. Dat is super waar, ja. Dat was de quote toen jullie 15 jaar bestonden. Maar volgens mij staan nog steeds aan. Erg gaaf dat jullie ons ondersteunen. We hebben ook iets voor jullie. En deze is niet voor Bart. Die is gewoon voor jou, dus Bart die komt. En die heeft er wel mee al twee. En een echte tuinvero's dus. Robert, wil je het goed over en de dank overbrengen naar Bart en de mensen? Heel goed. En misschien bevond jou een bedrijf. Heel goed. Dat is Akim. Akim, ga je nog een hand geven? Ja, ik ga meer, Bart. Wat groot zijn meestal mee toen je die kidsrun doet. Wij deden altijd, Arjan regelde 10 hekken en we hadden een achtergrondrijd. En dan hadden we een springkussen, dan jagen we daar kinderen heel snel doorheen en dan was het klaar. En dan hadden we een keer 100, 150 euro op. En ja, wat jij met jouw mensen dit jaar ook weer neerzet en vorig jaar weer onvoorstelbaar. Dan gaan we volgens mij 40 of ruim 40 kinderen straks van start. Dus we kunnen iedereen uitnodigen om daar straks te kijken. Zijn geweldige prijs. Ik kan één prijs bekendmaken. Dat is Sofie Bruintjes, die bent de prijs Ajax Pek. Dat is één van de prijzen, ik heb me daar niet persoonlijk mee bemoeid. Dus het zal niemand straks verrassing zijn dat ik hem win. Nee, hang er niet meer tussen. Dus ja, ik wil je toch ook even het woord geven om te vertellen wat je erover doet en wat je vandaag begonnen bent. Nou, we zouden het kort houden, toch? Wat ik te doen is niet zo heel veel. Ik jaag het aan. Ik heb een hele ploeg mensen, een man of 20, die ontzettend leuk vinden met kinderen dit te doen. En dit is toch gewoon ontzettend leuk. Dit is 10 minuten, maar het is wel het, het dingetje om deze halve marathon. Voor jullie is zo'n heel parcours aangelegd, dat is een klein. Dat is gewoon niet. Dus ik vind het leuk. We hebben een webbedoel over mijn broertje en mijn zwager die dat. De hele nieuwe huisstijl dit jaar gemaakt hebben, dat is echt wel leuk. Dus voor mij is het al geslaagd hoe iedereen er is. En als je dan kijkt op de prijzen, we hebben de prijs van Aardig van McDonald's ook mee. En jullie aan de toren met ruim 20 kaarten en een passiespakket. Je kan springen. We hebben 22 prijzen en meer dan iets meer dan 40 euro. Dus bijna de helft van de kinderen wint iets. Ja, dat is wel. Dat gaan we dus gewoon hier opzetten. Ja, dus. Van vorig jaar zo'n beetje. Ja, kijk. En die bril erbij. Helemaal goed. Groot applaus voor Akim en Vlevar. Ticket hebben. 8560 euro voor de lopers. Opbrengst van de sponsoren 3460 euro. Ja, 12.020 euro exclusief kussen. Dank jullie wel daarvoor. Ja. Okay,
Zo je arm opzij doen, zonder dat je iemand raakt. Kijk, dit wordt ingewikkeld, hè? Dus zo een beetje een stapje uit elkaar, zo. Oké, kom staan, voeten uit elkaar. En maak je eerst maar eens even helemaal lang. Nog een keertje. Helemaal lang maken. Yes. En weer naar beneden. Nog een keertje. En bounce op de plaat. Buig je benen. Bouncen. Goed zo. Want je knieën moeten het zo meteen heel goed doen, hè. Ik heb nu al een beetje met een microfoon, maar dat maakt niks uit. Goed zo. Gaan we zo meteen naar rechts en naar links bewegen met de step touch. Let op. Stap opzij. Stap, tap. Stap, tap. Goed zo. En kunnen jullie je arm ook meenemen opzij? Oh, fantastisch. Goed zo. Doe nog vier van deze. Nog drie van deze. Laatste twee. En loop op de plaats. Rechts begint. Loop op de plaats. En dan mag je een beetje swingen doen. Zometeen moet dat allemaal heel netjes. Maar nu mag je gewoon lekker loslopen. Alles even los. Yes. Goed zo. Die knieën mogen wel wat hoog hoor. Dat zie ik wel stiekem. Anders kom je dadelijk er niet overheen. Weer terug opzij. Doen we vier keer. Drie keer. Twee keer. Loop op je plaats. Yes. En dan gaan we nog een keertje herhalen. Opzij. Loop op je plaats en doe je arm omhoog. Goed zo. Terug opzij. En drie. En vier. Goed zo. En loop op je plekje. Goed zo. Doe we nog een keer. Stap opzij. Vier keer. Drie keer. Of twee keer. Loop op je plaats. Goed zo. Tip je zij. Met je been. Zij. Zij. Goed zo. En dan mag ook wel een beetje los. Om en om opzij tippen. Goed zo. Netjes hoor. Kunnen jullie super goed. Gaan we terug naar die eerste bounce. Let op. Hand op je lucht. Goed zo. Yes. Laatste. 8, 7, 6. Hoeveel nog? Nog 4, 3, 2. Step touch. En zij. Goed bounce. Hand op je lucht. Helemaal lang maken. En helemaal weer los. Goed zo, schiet even los. Hoe gaat het, meisje? Gaat het goed? Ja, jij doet het zo goed. En je moet opboksen, dit al die grote hier. Hartstikke goed gedaan. Gooi maar nummer 2 erin, hoor. Ja. We doen er nog 1. En dan denk ik dat jullie helemaal klaar zijn. Ik zie het. Ja, hè. Je staat te trappelen. Dat is goed. Kom maar, mars op de plaats. Yes, dus laag, midden, hoog, laag, klap, laag, midden, hoog. Yes, hup, 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 kom op. Goed zo. Yes. Goed zo. Heel groot applaus voor jullie zelf. Jullie hebben hartstikke goed meegedaan. Zijn jullie een beetje opgewarmd? Ja. Gaat het zo meteen helemaal goed komen daar? Ja. Ja? Gelukkig. Ik ben heel trots en ik ga zo meteen naar jullie kijken. Veel succes. Wie is er nog niet klaar om te rennen? Ik hoor niet. En de wind is er ook nog. Yeah.
storm. Komen. Die komen in gang. Vermoeide blikken, zweet, draait eraf, maar die pot is gewoon zo nat. Thank you.
Moeten nemen, zei ik net al. Opgehaald heeft, de meeste rondjes gelopen en daarmee het meeste heeft op binnengehaald. Kelian Bwevar. De tweede, Digo Bwevar. De derde, Kiara Bwevar. De vierde, Mila Dien. Nummer vijf, Kaan. Dus waarschijnlijk maar één Kaan. Ah, daar is Kaan. Sydney Hoekman. Sade Vogel. Sarah Visser. Esther Visser. CZN? CZN. Eline Evenboer. Indy Dinder. Sophia Bastiaan. Feline Kuik. Het wordt gezellig hier. Anouk en Gijs. Van Vliet. Weet ik toevallig zelf. Lotte Rienstra. Sophie Rienstra. Noah Wittenaar. Esmee Kemerink. Marijn Seidsma. En Jasmijn. Wie is Jasmijn? Daar. Dit zijn de 22 prijzen. Echt alleen, zie je? Je hebt het al.
Thank you.
You're so innocent, what I'm saying.